Welkom in de studio. U hoorde het Smart School, het digitaal leerplatform waar leerlingen, ouders, leerkrachten mee werken, heeft aangekondigd dat het haar prijzen zal verhogen. Om te illustreren, voor een school met 500 leerlingen komt het op €1.400. Dat kan nu niet doorgerekend worden aan de ouders. Vraag is of dat wel het geval zal zijn. Bij ons Caroline Grozemans van N-VA. Goedenavond, mevrouw. Goedemiddag. Ja, u heeft trouwens zelf nog lesgegeven voor uw politieke carrière. Kent u Smart School, dat systeem? Ja, ik ken Smart School zeker. Ik heb inderdaad lesgegeven. Ik heb eigenlijk de overgang meegemaakt van het werken op papier naar het gebruik van Smart School. Ik heb nog oude puntenboekjes liggen bij mij. En daarna zijn we dan begonnen met die cijfers in te geven. Ja. En ja, ik heb die hele evolutie wel meegemaakt. En nu ken ik het vooral als het leerplatform van mijn twee zonen. Ja, dan heeft u ongetwijfeld ook gemerkt en ondervonden dat dat eens te meer is ingezet geweest tijdens de coronatijden, ook meer zal ingezet worden. Mm-hmm. Maar het lijkt een opportuniteit voor Smart School, wat een privébedrijf is, dat nu aankondigt in een brief aan de scholen de prijzen te verhogen. Dat gaat per leerling over bedragen van een 10 of 13-tal euro. Die prijsstijgingen gaan richting 2, 3 euro. Maar toch een 20-30% duurder. Er valt natuurlijk iets voor te zeggen. Wanneer van dat product meer gebruik gemaakt wordt, is er meer datastroom, meer investering nodig. Een privébedrijf, is het dan vrij om die prijzen te verhogen, denk ik? Ja, het is inderdaad, zoals u zegt, het is een privébedrijf. Dus juridisch mag het perfect dat zij hun prijzen verhogen. En er zijn ook wel wat verklaringen voor te geven die u net ook aanhaalde. Eigenlijk was het een ondersteuningsplatform, maar nu wordt het een echt leermiddel, wordt heel intensief gebruikt. Zij zijn ook mee moeten evolueren, dus ik begrijp ook wel dat er bepaalde onderdelen duurder zullen zijn. Maar minister Weitz gaf net ook aan dat hij in een gesprek met Smart School toch nog wel wat vragen had. Dus hij ging verder in gesprek gaan om te kijken of daar toch niet nog wat mogelijkheden zijn en verklaringen zijn waarom die prijzen toch 20-30% zijn gestegen. Want dat is natuurlijk wel een vrij grote prijsstijging. Natuurlijk, als het product dat zij aanbieden werd op een reguliere manier gebruikt, maar nu meer gebruikt. Smart School zelf spreekt ook over het live gaan lesgeven, waarvan ze zeggen dat komt nu in het basispakket en dat verklaart een stukje mee die prijsstijging. We vragen meer van dat bedrijf, dan mag dat bedrijf ons ook vragen om iets meer te betalen. Ja, zoals ik net al zei, dat klopt natuurlijk wel. Ze zijn mee geëvolueerd, het wordt veel meer ingezet. Zij bieden ook veel meer toeters en bellen aan, zal ik maar zeggen. En dat zorgt voor een prijsstijging. Dus het is voor een deel te verklaren, maar ik denk dat er toch nog verder in gesprek moet worden gegaan om eigenlijk alles uit te klaren. Het probleem is misschien ook, en dat haalde u en de minister ook even aan, Smart School is een heel grote speler in Vlaanderen. We zitten misschien wat met een monopolie. Wat zijn die cijfers en zijn er eigenlijk alternatieven voor scholen die zeggen van goed, dan hoeven we dit niet meer? Ja, ik had net cijfers gehaald uit een rapport, maar dat was voor coronatijd, waarbij secundaire scholen aan bijna 70% zitten. Secundaire scholen die Smart School gebruiken is bijna 70%. Lagere scholen 60%, buitengewoon secundair onderwijs ook. Maar de minister haalde net aan dat het nog veel meer is gestegen, dat secundaire scholen zelfs voor 90% Smart School gebruiken. Het is dus inderdaad een hele grootste marktspeler eigenlijk. Dat klopt, ja. Nu Smart School zelf het debat heeft geopend, kunnen we misschien kijken naar andere spelers? Die kennen we hier nog niet, maar zijn die er? Kijk maar over de grens in Nederland en misschien kan men op een bepaald moment zeggen, ja goed, dan switchen we. Ja, daar zijn inderdaad scholen vrij in natuurlijk. Zij hebben nu een contract met Smart School gesloten. Ik heb ook het gevoel dat wel scholen wel heel tevreden zijn over het leerplatform Smart School. Maar niks staat hun in de weg om een contract op te zeggen natuurlijk en te gaan kijken naar de markt. En er zijn andere marktspelers. Dus ze zouden kunnen switchen. Kan dat op een zomervakantie? Hoe snel kan dat? Ja, ik dacht dat ze binnen de 7 dagen moesten reageren om het contract op te zeggen. Ja, misschien heeft Smart School als bedrijf dan ook een opportuniteit gezien in de boodschap van de minister dat hij meer wil investeren in afstandsonderwijs of daar bijna wekelijks in te lassen, indien mogelijk en gewenst bij de scholen. Ja. Voor een bedrijf als Smart School is dat een kans natuurlijk. Van ja, kijk, dan zijn we zeker brood nodig. Het zou dan gaan over woensdagen bijvoorbeeld. Mm-hmm.
een commerciële opportuniteit. Ja, het is een privébedrijf, dus die moeten commercieel denken. Hè. Die moeten meegaan met de tijd en die moeten natuurlijk op zo'n opportuniteiten inspelen. Ik denk dat daar niks mis mee is. Voor duidelijkheid ook, die prijsstijging die kan nu eigenlijk, begrijp ik, niet meer doorgerekend worden door de scholen aan de ouders, want dat... De prijzen die geldig waren, zitten in de reglementen als... Ja, die schoolreglementen die zijn allemaal opgesteld. Scholen moeten ook aangeven wat de leerlingen het volgende jaar moeten betalen, wat de ouders moeten betalen. Dus dat staat nu wel vast. En daar kunnen zij niet zomaar de zaken gaan veranderen. Dus zij zullen dat inderdaad volgend jaar niet kunnen doorrekenen. Dat klopt. Dat zal een streep door de rekening zijn. Dat zal dan een kost zijn die de scholengemeenschap moet dragen. Ja, dat zal inderdaad een extra kost zijn voor de scholen. Ja, oké. Zeer bedankt voor deze toelichting, mevrouw Grozemans. Graag gedaan.